Maaike, waar kunnen mensen die zorgen hebben zich melden? Ja, ik vrees dat veel huisartsen bijvoorbeeld en de GGD's natuurlijk overspoeld zullen worden met telefoontjes vandaag. Bronnen zeggen, het is nog niet duidelijk, dat er ook gewerkt wordt aan een landelijk informatienummer. Dus dat er een speciaal telefoonnummer zou komen waarnaar mensen kunnen bellen met vragen over het virus. Dat zou dan dit weekend al in gebruik moeten worden. Maar nou ja, zodra er meer duidelijkheid over is, dan laat ik dat natuurlijk weten. En het idee erachter is dan bijvoorbeeld ook het RIVM en de GGD daarmee een beetje ontzien worden, omdat die ook platgebeld worden met vragen. En als het goed is, hebben wij nu Jaap van Dissel van het RIVM aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ook al iets meer zeggen over of er inderdaad zo'n informatielijn komt? Ja, die komt er zeker. Ik kan alleen het nummer nog niet zeggen, maar dat wordt onbekend gemaakt, onder andere op de RIVM-website. Oké, dus dat moeten we in de gaten blijven houden. Heeft u dan verder al laatste nieuws? Is er dus al meer duidelijkheid over het contactonderzoek? Nee, ik denk wat zojuist gezegd is door collega Osterhout helemaal juist. Dat contactonderzoek moet nauwkeurig gebeuren. Dat neemt gewoon enige tijd. En tot dat gereed is het een beetje speculeren. Er wordt gewoon gekeken met wie heeft hij contact gehad in de periode dat hij besmettelijk is geweest. U moet zich herinneren dat het virus zich eigenlijk een beperkte reikwijdte heeft. De druppeltjes waar het virus in zit, die gaan zo'n 1,5 meter. Dus dat betekent dat, zoals al zou hij op grotere gelegenheden zijn geweest, het in de praktijk altijd de personen zijn met wie hij het meest intens contact heeft gehad, dat die moeten worden opgespoord. En carnaval zie je toch vaak in groepen, dus dat hoeft op zich de opsporing niet erg in de weg te staan. En wanneer verwacht u meer resultaten daarover? Nou ja, dat is iets wat natuurlijk al gaande het proces beschikbaar komt. Ik denk dat we misschien in de loop van de dag wat meer horen. Maar het is belangrijk dat het volledig gebeurt. En dat kan gewoon enige tijd nemen. En wat is nou de tip voor mensen die bezorgd zijn in Tilburg en de omstreken, maar natuurlijk ook in het hele land? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat we zelf een aantal dingen kunnen doen om infectie tegen te gaan. Het allereerste, het belangrijkste is eigenlijk het wat vaker handen wassen. We zitten vaak met onze handen in de mond en in de ogen. We raken eventueel voorwerpen aan waar besmetting op zouden kunnen zitten. Dus dat helpt al in het tegengaan van de doorgifte van de infectie. Ja. En het tweede is dat personen die zich ziek voelen, dat die als ze moeten niezen en hoesten, dat in papiertjes doen en die weggooien of in de ellebogen, niet in de hand, eigenlijk om dezelfde reden. En met een boog om personen die hoesten en niezen heen lopen. En dan ga je er natuurlijk al vanuit dat mensen die hoesten en niezen eventueel besmet zijn. Maar dan kan het met een ander virus zijn. Influenza heerst nu ook. En dat is ook iets wat we gaan doen. Absoluut. Dat kan natuurlijk ook de gewone griep zijn, om het zo maar even te zeggen. Ja, Van Dissel van het RIVM, dank u wel voor deze toelichting.